ik zag op een gegeven moment de term afval bestaat niet. En toen dacht ik, hey, dat vind ik interessant. Dat triggerde mij. Ik denk, dat vind ik een mooie gedachte. KNN Advies is een onderzoeks- en adviesbureau. We zijn gespecialiseerd in de biobased economy. En dat houdt eigenlijk in dat je kijkt naar reststromen, organische reststromen, en hoe je daar weer waardevolle producten uit kan halen. Zoals de installatie hier achter mij. Daar testen wij reststromen. Nu zit er snoepjeswater in van de snoepjesfabriek. En dan kijken we hoe je daar hoe bacteriën dat omzetten naar chemische bouwsteentjes die je weer kan gebruiken om bijvoorbeeld bioplastic te maken. We hebben een heel divers team, maar de meeste mensen hebben wel een universitaire opleiding gedaan. Ik kom zelf uit de biologie en de energie- en milieukunde. Ik heb een collega die is chemicus, maar ik heb ook een planoloog en iemand uit de farmacie zelfs, dus, en een econoom. Ik ben onderzoeker en adviseur, dus ik werk inhoudelijk aan verschillende projecten. Maar omdat we een heel klein bedrijf zijn, we zijn met 10 man, krijg je ook meer verantwoordelijkheden. Dus ik ben onder andere ook verantwoordelijk voor de communicatie en de PR. Dus ik beheer de website, ik stuur Twitterberichten de wereld in over alle mooie dingen die wij doen. En ik ben ook veel bezig met acquisitie, dus eigenlijk nieuwe opdrachten binnenhalen. Wat ik leuk vind aan mijn werk is dat ik heel erg bezig ben om heel toegepast bezig ben. Dus van afval weer iets moois te maken. En het is heel concreet. Je kunt het echt zien, zoals die reactor hier achter mij. Dan kun je echt, zie je echt wat er gebeurt met het materiaal. En je ziet uiteindelijk ook de producten die je ermee kan maken door samen te werken met andere bedrijven. Dus het is heel toegepast, heel concreet, heel tastbaar. En dat vind ik heel mooi. Over 5 jaar zie ik mezelf meer als projectleider. Dus dat ik verschillende projecten onder mijn leiding heb, mensen aanstuur. Wel inhoudelijk bezig ben, maar ook meer gestructureerd en als organisator. Om ervoor te zorgen dat er dingen gebeuren.